Inmiddels heb ik al 59 operaties gehad. Wow. Ja. Ja, ik was natuurlijk heel klein toen het gebeurde. Ik was 9. Hoi hoi, leuk dat je weer naar mijn vlog kijkt. Ik ga vandaag een iets wat andere vlog maken dan je gewend bent. Ik heb hier naast me zitten Britt en die ga ik interviewen. Britt, zou jij jezelf willen voorstellen? Ja, natuurlijk. Hoi, ik ben Britt, ik ben 24 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik heb sinds mijn 9e brandwonden, die heb ik opgelopen door de kerstboom, die is bij mij thuis in brand gevlogen. Door kortsluiting in de lichtjes van de kerstboom. Daarbij zijn mijn broertje is ook verbrand geraakt. Ja. Mijn moeder is helaas 6 weken later overleden in haar ongeluk voor verwondingen. Ik heb zelf 6 maanden in het ziekenhuis gelegen en daarna nog 5 maanden aan revalidatie hier doorgebracht. Jeetje, ja. Ja, ik vind het zo'n heftig verhaal. Ja. Hoe gaat het nu met je? Ja, eigenlijk hartstikke goed. We zijn al 15 jaar verder. Ja. Het ziet er wel heel mooi uit. Ja. Heb je veel operaties gehad? Ja, inmiddels heb ik al 59 operaties gehad. Wow. Ja. Ja, ik was natuurlijk heel klein toen het gebeurde. Ik was 9. Dus in die tijd groei je natuurlijk hartstikke hard. En je littekens groeien natuurlijk niet mee. Nee. Dus in die tijd heb ik al ontzettend veel operaties gehad. Ja, het is fijn dat het lang geleden gebeurd is. Dat je er nu alweer zo goed uitziet. En dat je er zoveel operaties achter de rug hebt. Waardoor het nu wellicht wat makkelijker is. Ja. Ja. Ja, ik heb er denk ik zelf nooit heel veel moeite mee gehad. Ik ben ook best wel jong al ambassadeur geworden van de Brandwondenstichting. Ik met heel veel plezier. Leuk, en daarmee ben je meer een voorbeeld ook voor mensen. Ja, en dat vind ik ook wel heel belangrijk. Dat ze ook weten dat het ook op deze manier kan. Ja. Ik vind het zonder voor je leven als je zeg maar er zo lang mee blijft zitten. Terwijl zoveel leuks te bieden heeft het leven. En dan Dus dat vind ik mooi gezegd. Jammer. Dat je niet in die slachtofferrol blijft zitten. Ja. Nou ja, dat is ook iets wat ik heel erg graag wil uitstralen. Want het overkomt je. Maar inderdaad, als je er iedere dag mee bezig bent, iedere dag slachtoffer blijft. Ja, dan kom je niet verder. Je hebt dan alleen maar jezelf ermee. Ja. Ja. En dat houdt je gewoon zo erg tegen als persoon. En dat vind ik heel jammer. Want dat moet niet. Nee. Heb jij veel gehad aan lotgenotencontact? Ja, absoluut. Ja. Ja. Je had natuurlijk je broertje bij je. Dat is natuurlijk iets anders dan de meeste. Ja, klopt. We zijn altijd samen geweest. Maar toch, lotgenotencontact, dan deel je toch hele andere dingen. Ja, met leeftijdsgenoten, met meisjes van je leeftijd. En dat is wel heel bijzonder. Je leert mensen kennen totaal verschillend van hoe jij bent. Ja. Dat vind ik best het mooie van zeg maar, de brandwondenkampen of de vakantieweken. Ja, want jij bent in het verleden meegeweest met Scar Wars. Scar Wars is het vakantieweekend voor jongeren vanaf 18 jaar. Ja. En daarvoor ook met de kinderkampen? Ja, kinder, tiener, jongeren, Scar Wars dan nu nog wat 2 jaar. Dus ieder jaar ging je mee? Ik ben elk jaar mee geweest, Ja, ik ook altijd. Ja, ik heb er ook echt zoveel aan gehad. Ja, het is zo leuk. Maar ook gewoon om iemand een beetje op te trekken die dus net verbrand is geraakt. En dan ben je een aantal jaren met elkaar op kamp geweest. En dan reflecteer je eigenlijk naar de afgelopen jaren. En toen hebben heel veel mensen gezegd, hoe jij en Quinten, dus mijn broertje, in het leven staan. Dat heeft mij op zo'n persoonlijk gebied zo ontzettend geholpen. Ja. En dan keken we elkaar van aan van, precies. Jullie horen het. Lotgenotencontact, super belangrijk. Dat delen wij gewoon. Als ik jou zou vragen wat je nou het meest lastige vindt van het hebben van littekens? Dat zou het zeker mijn hand zijn. Ik was vroeger dan rechtshandig geboren, nu noodgedwongen linkshandig. Ja. Want ik mis natuurlijk een paar vingers. Ja, dat is natuurlijk met een handgeven. Met handgeven is dat dat is natuurlijk het eerste contact wat je hebt met nieuwe mensen. En die schrikken er natuurlijk wel eens van. Ja. Maar het is ook hoe je er zelf mee omgaat. Soms maak ik wel eens de opmerking van, zet geen vingers aan. En dan, Om het ijs te breken is dat wel prettig. De ene reageert er anders op dan de ander. En dan
ja, dan moet je eigenlijk maar niet te lang bij stilstaan en dan ga je gewoon maar verder met de volgende. Ja. Maar ja, dat is af en toe wel lastig. Ja. Ja. Als jij jezelf een cijfer zou geven, wat zou dat dan zijn? Ik denk 7,5. Niet heel hoog? Nee, ik denk dat ik mezelf wel een hele leuk persoon vind, maar het feit dat ik mijn littekens heb geaccepteerd betekent niet dat ik ze altijd mooi vind. Nee. Ik vind je wel heel mooi, ik vind je ogen heel mooi. En die zijn natuurlijk ja, ook niet beschadigd en je neus heeft een mooie vorm, dus daar ben ik een beetje jaloers op. Maar, ja, ik heb met mijn handen voor mijn gezicht gezeten tijdens het ongeluk. Ja. Dus daardoor heb ik heel veel mazzel dat ik mijn wimpers nog heb. Ja, dat heb ik dus niet gedaan. Ja. Dus daarom heb ik mijn vingers nog, waar ik dan weer trots op ben. Ja. Maar het heeft wel heel erg geholpen dat ik natuurlijk 2 jaar geleden mijn wenkbrauwen heb gekregen. Dat is ook super. Weer extra mimiek. Ja, dat vind ik echt heel mooi. Ja. In mijn gezicht. Dankjewel Britt voor je mooie openhartige verhaal. Ja, geen dank. Ik vind je een topper.